In de afgelopen week zijn er in het programma Tel je zegeningen weer een paar mooie afleveringen voorbijgekomen met weer heel andere waarden van voedsel en andere thema's dan we tot nu toe hebben gezien. Laten we er een paar van op tafel leggen. Hey, moet er hier gekookt worden? Of, ja. Ja, een mooi woonkamertje. Ja, het is een oude groentewinkel, hè, dit. Dit is een oude groentewinkel? Ja, ja, waar we net stonden was de verkoopruimte. Als ik tegen oude Scheveningers zeg, ik woon in de groentewinkel van Jol, dan weet iedereen mijn huis te vinden. Maar wat zeg je, wat was dat dan? Dat was de verkoopruimte. Daar was dat ene raam, dat was de voordeur. En hier woonde het gezin. Wat grappig. En wat was dit dan in de groentewinkel, in de keuken? Dit was de doorgang naar de plaats en daar was een koelcel om alle groenten en fruit vers te houden. Wat grappig, hè? Waar zijn jullie bij gaan kopen? Ik ga koken? Wat mag ik doen? Nou, we hebben een pan en we hebben wat olijfolie erin. En dat pannetje moet aan. Zal ik je helpen? Ja, hè? Dat lijkt me nergens uit de keuken dat je denkt. Ik ga nog je kom lekker hier staan. Ja. Maar vertel mij eens, wat moet de kip er als eerste in? Nou, eerst dat olie moet heten. Daarna doen we de kip erin. Toch? Ik kan best koken, maar het is dus elke keer zo dat als het dan op live televisie. Wat hij hier zegt vind ik geweldig. Ik kan best koken. Eerder barstte zij al in lachen uit toen ze zei, ik heb gehoord dat je goed kunt koken. Tot nu toe is er geen enkele aflevering geweest waarin er een man vrijwillig in de keuken belandde om te koken. De enige die in de keuken belandt om te koken is Jesse en dat is zijn werk. Tenminste, het werk in dit programma. Ik vind het wel spannend. Hier wordt nog het duidelijkste gespeeld met rollen. Want zij zegt tegen hem, jij gaat koken. Hij dacht, of lijkt gedacht te hebben dat ze dat samen gingen doen. Tegelijkertijd geeft ze hem heel duidelijk aanwijzingen wat hij op welke manier moet doen. Het laat iets zien over wat eten ook doet, wat voedsel ook doet, namelijk dat om voedsel heen allerlei rollen georganiseerd worden. Dus de vanzelfsprekendheid waarmee er tot nu toe iedere keer een vrouw in de keuken aangetroffen werd, of ook in een van de allereerste afleveringen vraagt Jesse, oh, heeft mama het extra eten voor de volgende dag ook al gekookt? Terwijl het ook grootmoeder had kunnen zijn, of vader, of de buurvrouw, of de buurman. Dat is iets ontzettend belangrijks, omdat dat soort rollen heel vaak voorkomen en daardoor ook natuurlijk lijken. Ik bedoel, als het eenmaal zo georganiseerd is dat of hij altijd in de keuken staat of zij altijd in de keuken staat, nou, dan is dat ook de normale manier van doen. Dat is best tricky, omdat je dat ook tot een zekere onveranderlijkheid kan leiden. Of tot de associatie van, nou ja, natuurlijk kookt altijd de man of natuurlijk kookt altijd de vrouw. Ik vind het wel interessant wat je zegt over die onveranderlijkheid. Ik zal even iets opbiechten. hier in huis is de man des huizes de kok. Mm-hmm. Die kan ook beter koken. Dat wordt door alle gezinsleden beaamd. Het is niet zo dat ik het niet kan, maar nou ja, als papa kookt is het eigenlijk altijd wel, lukt het altijd beter. Heb jij wel eens voor hem gekookt? Ja, dat vond hij geen succes. Dus inmiddels is het frame ook geworden hier in huis. Mama kan niet koken. Mm-hmm. En als gevolg daarvan kook ik ook bijna nooit meer. Nee. Dus je komt ook in een soort, inderdaad een soort rolverdeling die dan normaal is. En zelfs nu als papa wel eens op zijn werk 's avonds moet zijn en ik moet koken, dan heb ik er ook minder zin in. Terwijl ik kook er voorheen altijd voor mezelf, elke dag. Ja. Dus ja, er kan inderdaad een patroon ontstaan waar je dan ook weer lastig uit kunt. Precies. Het gaat mij niet om of nou hij of zij kookt, maar het gaat me erom hoe sterk die patronen zijn. Ik kook zelf graag en de meeste mensen hebben het ook overleefd tot nu toe. Alleen de vraag is, goed, hoe flexibel ben je nog? Kun je die stap terug doen en zeggen, oké, we hebben tot nu toe zo georganiseerd, maar vanaf morgen gaan we het anders doen? Of wat voor effect heeft dat op kinderen die opgroeien wanneer ze altijd een bepaald patroon zien? Ja. Misschien moet ik het vanavond thematiseren aan tafel. Doe dat. Ja, is het te warm? Ja, goed. Ja, of zou je praten? Nee, ja, ik wou zeggen, je hebt ook goed idee als ik het ben, toch? Ja, alleen als je het heel lekker maakt, hè? Anders dan doen we het thuis bezorgen. Oh, dat heb je ook nog mee. Ja, hoor. Ik ken al die nummers ken ik uit mijn hoofd. Maar, het heel vet. Je kunt eigenlijk heel goed hier zien het verloop van, of de ontwikkeling van onze voedselcultuur. Ze woont in een oude groentewinkel. Mm-hmm. De oude groentewinkel is nu haar woonkamer. En wat nu de keuken is, of eigenlijk achter de keuken, dat was vroeger de koelcel waar de groente en fruit koel gehouden werd. Dat is van vroeger. Wat er nu in de pan gaat, is uit de supermarkt aan het etiket te zien kipfilet. Mm-hmm. En als het mislukt, nou zegt ze, dan kunnen we altijd nog thuisbezorgd.nl bellen of ja, ik ken al die nummers uit mijn hoofd. Hè? Dus ze geeft aan,
daarmee dat ze gewend is om ook voedsel te bestellen. Kipfilet geeft aan, dat is gemakkelijk. Dat is alvast voor je helemaal schoongemaakt, klaargemaakt en ook al in stukjes gesneden. Dus je kunt het zo in de pan kieperen, je hebt er niet eens een mes bij nodig. De volgende stap naar dat thuisbezorgd of het laten thuisbezorgen van voedsel laat ook zien dat we steeds minder zelf ons eigen potje zijn gaan koken in Nederland in de loop van de afgelopen decennia. We zijn steeds minder zelf thuis ons voedsel gaan bereiden, maar gaan steeds vaker uit eten en we laten steeds vaker voedsel thuis bezorgen. Helemaal aan het begin zegt ze dat haar gezin, haar familie een vissersfamilie is geweest. Ja. Ze waren vissersmannen, die gingen op de logger vissen. Maar er zit nog iets anders achter, namelijk dat de afstand tot je voedsel veel groter is geworden. Mm-hmm. Niet meer zelf produceren als in visvangen of zelf verkopen als in een groentezaak of zelf klaarmaken als in de keuken, maar thuisbezorgd. Daar zit ook een haakje aan, of er is een verband met de ecologische crisis en voedselverspilling en al dat soort dingen die we doormaken. Tenminste, dat wordt vaak gezegd, dat de mens zich op zo'n afstand heeft geplaatst van de natuur, van dieren. Ik bedoel, niemand komt op, als je mij een pakje kipfilet in mijn vingers duwt, moet ik echt heel hard nadenken om me voor te stellen dat dat ooit pootjes had en veertjes en een snavel en rondrende. En het is ook veel makkelijker op te eten, want het is geen dier. Goed, hier zie je het in het klein gebeuren. Volgens mij gebeurt het bijna in iedere keuken. En ik denk dat daar nog wel een enorme uitdaging ligt, die niet alleen te maken heeft met wat doe je, maar vooral ook met hoe kijk je naar jezelf en wat voor relatie heb je nou eigenlijk met de beestjes die je opeet. Heb je iets met geloof? Geloof je niet? Ja. Komt het daar vandaan? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je hoeft te geloven om een beetje aardig te zijn voor je naaste, toch? Nee, als je niet gelooft. Ik vind dat een prachtige uitspraak. Ze is dan wel christelijk opgevoed. Maar ik geloof niet dat je moet geloven om een beetje aardig te zijn voor je naaste. Nou, denk ik ook dat je uitstekend goed voor andere mensen kunt zorgen wanneer je niet op een christelijke manier gelooft of überhaupt niet in iets hogers gelooft. Wanneer de taalgebruik is zo prachtig, omdat het direct uit de christelijke traditie is weggelopen. Zo'n begrip als naaste, wat ze hier op een hele vanzelfsprekende manier gebruikt, zegt, nou, het zat gewoon in de familie, of het zit gewoon in je, dat doe je gewoon, mensen helpen als het binnen je macht ligt. Dat is ontzettend bijzonder. Tenminste, een stuk bijzonderder dan ze het nu presenteert. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe lang het geduurd heeft in de geschiedenis voordat het vanzelfsprekend werd om iedere mens ook als mens te zien. Dingen als slavenhandel konden plaatsvinden omdat niet iedere mens vanzelfsprekend als volwaardig mens gold. Ook excessen als de Holocaust in de afgelopen eeuw of iedere genocide eigenlijk begint ermee dat mensen ontmenselijk worden. Zeg van nee, dat zijn geen mensen of in Rwanda, kakkerlakken was dan de beschrijving van de ene groep voor de ander. Zodra je dat doet, is het heel makkelijk, wordt het nou makkelijk, het wordt een stuk makkelijker om dan mensen die geen mens meer zijn uit de weg te ruimen. Het is absoluut waar wat ze zegt. Je hoeft geen christen te zijn om een beetje goed met je naasten om te kunnen gaan, om goed met je medemensen om te kunnen gaan. Ik denk absoluut dat dat waar is. Tegelijkertijd kijkt zij wel naar die ander als naar een naaste. En dat is een begrip wat haar christelijke traditie haar meegeeft. En dat werkt natuurlijk voor veel meer mensen zo. Hè? Dus onderzoek dat uitwijst dat christenen bovengemiddeld betrokken zijn in vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Bij allerlei vrijwilligersorganisaties zich inzetten voor anderen. Natuurlijk is het niet zo dat niet-christenen dat niet doen. Maar het is wel zo dat geloof en geloofshandelen op een bepaalde manier je gedrag en ook je kijken en je spreken stuurt. Ja. Zodra ik jou als naaste beschrijf, kijk ik vanzelf op een andere manier naar je dan wanneer ik gewoon als, nou ja, die collega, nou, collega doet ook al iets met de relatie. Of als, nou ja, die mevrouw daar is een totaal andere manier van kijken. Als je het dan hebt over de plaats van religie in de Nederlandse samenleving, dat dat ook op het niveau van taal zit. Van hoe beschrijf je mensen? Hoe praat je over jezelf? Hoe praat je over anderen? Dat een simpel woord als naaste, als dat normaal blijft en normatief blijft, heb je een heel ander uitgangspunt om samenleving vorm te geven dan wanneer je het woord niet gebruikt. Ja. Maar je zegt goed, overwint altijd van kwaad. Uiteindelijk wel. Ja. Maar gaat dat hier ook gebeuren? Het gaat wel goed komen. Ja? Ik weet niet wanneer. Ja, we wonen hier met 8000 man. Ze gaat ervan uit dat het goede uiteindelijk altijd overwint. Mm-hmm. Dat staat nogal haaks op het theologische gedachtegoed dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik weet niet, heeft ze gezegd dat ze katholiek is opgevoed? Of heb ik dat bedacht? Christelijk is opgevoed. Christelijk opgevoed, oké.
Hoe moeten we daar tegenaan kijken, die verhouding tussen goed en kwaad? Ik denk wat ze hier doet, je ziet haar heel mooi theologiseren, op zoek naar haar eigen godsbeeld. Dat verschuift van een mannetje op een stoel ergens naar liefde. En dan naar de gedachte die ze een paar keer herhaalt, dat het goede uiteindelijk overwint. Voor haar is die gedachte dat het goede uiteindelijk overwint, of dat het goede meer fundamenteel is dan het kwade, of het laatste woord zal hebben, iets wat haar houvast geeft. Waar ze zegt van ja, als dat niet zo is, zou de wereld zo allang uit elkaar gedonderd zijn. Of het geeft mij het vertrouwen om ook goed te doen. Anders is dat niet meer zinnig. Als je weet dat het kwade uiteindelijk toch overwint, of wanneer het een druppel op de gloeiende plaat is. Je zegt nee, het goede is fundamenteel. Daarom sluit ik me daarbij aan. Dus er mag gereld worden en het mag nog een tijdje onrustig blijven, maar uiteindelijk komt het goed. Uiteindelijk komt het goed en dat geeft natuurlijk enorm veel energie en enorm veel vertrouwen om een conflict op te lossen. Wanneer je denkt, nou ja, goed, het conflict is het conflict en zal altijd het conflict blijven, waarom zou je dan überhaupt beginnen om er iets aan te doen? Dat kan volgens mij alleen maar vanuit zo'n soort vertrouwen. Nou, ik zou zo'n zin met jou iets bruin, dat is een beetje wit nog. Nee, ja, dat is wel een beetje wit, maar ik doe er als kruin over. Hè? Ja, kruin over, dat je het idee dat het kleurt. Hè? Ja, nog even iets, ik wil nog even iets over het voedsel zeggen. Aan het eind gaat het over die kip en het gaat erover dat de kip nog te bleek is. De kip moet eigenlijk nog iets bruiner. Wat is het allerbelangrijkste van kip? Volgens mij kun je er heel erg ziek van worden als het niet goed gaar is. Maar het gaat hier niet over hoe gaar die kip is, het is niet zo belangrijk. Het moet er goed uitzien. Dus dat laat eigenlijk die distantie al wel zien tussen ons leven, ons lichaam en wat we erin stoppen. En dat we eigenlijk niet zo, of zij in ieder geval hier, niet zo heel erg gewend is om schijnbaar voor zichzelf te koken. Of althans, het thuisbezorgd verhaal laat nog wel zien dat er inderdaad die afstand is. Dus wat gaan we er nu op doen? Zout? Nou ja, of eigenlijk peper, dat is eigenlijk beter. Peper geeft meer kleur. En er staat ook nog een potje met iets van salsa. Dat zal straks de kleur aan het eten geven. Dus het moet er vooral wel mooi uitzien. En wat ondergeschikt lijkt, of waar in ieder geval weinig aandacht voor lijkt te zijn, is dat die kip goed gaar is, omdat je er anders gewoon heel beroerd van kan worden.